Leuk dat u weer kijkt naar Fire & Food TV, het YouTube-kanaal voor de barbecue-liefhebber. En vandaag gaan we een stukje rund gebruiken op de barbecue. We gaan short ribs maken, maar die gaan we in de Dutch oven maken. De Dutch oven staat er al klaar, die is al lekker warm, hè? Die moet goed op temperatuur zijn. En met short ribs? Ja, short ribs. Leg even uit wat short ribs zijn. Nou ja, we kennen natuurlijk de spare ribs, hè, van het varkentje. Ja. Ribs on the rund. Ribs on Jezus. The rund. Heb je een vervelende R niet? Ja, de rib van de rund. Heb ik meegedaan aan Kinderen voor Kinderen. Maar in ieder geval, het is een mooi stukje. Ik zal er eens even eentje uithalen. Dat is gaaf, hè? Ja, een mooi stukje vlees. Ja. Lekker gemarmerd. Kijk, in die marmering die vind ik echt inderdaad tof. Hè. Ja. Mooi dat vet er doorheen. Hier dat zit een stukje bot. Smaak. Ja, dus het is echt de spare rib, maar dan van de rund. Ja. Dus we gaan hem even lekker marineren. De grote mannen spaarrib, hè? De grote mannen, zouden we hem kunnen noemen. Ja. Maar ik heb echt heel veel zin in. Maar ja, voordat we kunnen eten, moeten we wel wat gaan doen, natuurlijk, ja. Of niet? Ja, dat gaat niet vanzelf, hè? Nee, niet in de vinger knippen. Dus, en daar is hij. Let goed op. Stap 1. We gaan naar de dough. We gaan namelijk wat spek aanzetten, want dat vinden we lekker. En natuurlijk zijn we daarvoor weer bij ons favoriet slager geweest. Mm-hmm. En er was weer zo aardig om bij ons weer wat mooie plakjes spek af te stellen. Ja. Ja, ik nodig Pascal altijd uit om te komen kijken. Dus Pascal, als je kijkt naar deze video, wat je natuurlijk doet, kom nou gewoon eens een keer kijken hoe wij jouw producten verwerken. Ja. Hij heeft geen tijd. Nee, ja, tijd kan je maken. Ja, hij moest worstjes maken, zei hij. Ook niet geheel onbelangrijk met het mooie weer voor de deur, worstjes. Ja, maar kijk, weet je, als ze dan weet dat er fijne voetopnamedagen zijn, dan doe die worstjes 's nachts maken en je overdag hier zijn. Ja, wij gaan over zijn tijdindeling. Er zit toevallig geen cellofaantje tussen, hè? Nee, ik zal er kijken. Dat heb je namelijk een keer gehad. Ja, ik had al inderdaad even gecheckt. Is dit charmant om het zo te doen? Jawel, natuurlijk. Wij wel. Zo, nou, die is warm. Ja, die is al mooi op temperatuur. Dus daar gaat het spek in. En dat zetten we even lekker aan. En dan bakt lekker die vetjes eruit. En dan kunnen we daar straks weer die short ribs in aangezet. Stap 2. Stap 2, hè? De ribs. Hemzelf, hè? Het spek is lekker aan het pruttelen in het pannetje. Dan heb je mooie tijd om een stapje nummer 2 te doen. Ja. En dat is bloem. Dat zijn mooie kruiden. Met het potje waar ik altijd ruzie mee heb. Edwin, als je zo vriendelijk zou willen zijn. Ja, ik zal hem eerst even openmaken. Oh ja. Ja. En dan mag er wat van door de bloem. Dan geven we hem even wat extra smaak. En hier hebben we de steken, dacht ik, als ik het goed heb. Ja, dus we hebben zo'n soort steek in liggen, zo een beetje. Ja, ja, ziet er mooi uit, hè? Dat tussen we dan een beetje. Dus dan pakken we even die grote jongens. En dan, hopke, deze weer. Want we gaan straks gaan we bouillon toevoegen en wat rode wijn en dat soort lekkere dingen. Wortels komen erin en uitjes. Zo, laatste. Ja, helemaal geweldig. Hoppakee. Top. Er zit natuurlijk altijd wat vocht op zo'n deksel. Laat dat lekker inlekken. Dat zijn toch allemaal smaakjes. En dan pakken we het eruit. En dan kunnen we inderdaad zo meteen de ribs gaan aanzetten. Allee, gaat in. Ik pak even het olie ondertussen, Tim. Ja, doe jij dat? Dan kun je het daarin aanzetten. En dan. Misschien is het volgende keer handig om te kijken hoeveel erin kunnen. Ja, ik zat ook al te tellen. Nou, volgens mij heeft er eentje pech. Nou, dat klopt. Hou je er bovenop leggen zo? Ja, dat doen we straks wel. Die zetten we daar even aan. Nou, dit laat even warm worden. En dan, of warm worden, ik bedoel mooi bruin worden. Mm-hmm. En als ze mooi bruin zijn, dan kunnen we verder met de volgende stap. Kijk Edwin, hij is mooi bruin, denk ik mooi bruin zo, hè? Ja, lekker. Dus dan, wat we dan doen is dat we ze even uithalen. Ja. Ik heb hier al een mooi bakje waar je in kan. En dan, dan kunnen we ondertussen kan je de slotje en het uitje erin gooien. Ja. Of doen. Gooi het klinkt zo. Ja, klinkt zo negatief. Maar ja. Ik gooi het er en toch wel in. Als de cameraman een beetje. Die staat alles in de weg die gooien. Ja, hè? Al van dichterbij zijn. Hij wil het natuurlijk ook ruiken. Ja, nee, maar hij wil ook laten zien natuurlijk. Ja. Wat er meer? Even heel kort zetten we dit aan. En als we het kort aan hebben gezet, dan kunnen de Wiwa wortels erbij. Mooi. Wie kent ze niet? En dan kunnen ze meteen de ribs erbij. Dus ik zou zeggen,
Zo doen? Wortels erbij? Ja, worteltjes. Wortels erbij. Die zetten we even kort aan, dat ze iets warm te hebben en dan short ribs, of dan spek erbij. Ja. En dan bouillon, rode wijn, dekseltje erop en dan laten ze gaan. Yes, Edwin. Nou, wordt even aangezet. Ja. Dan mogen de spekjes erin. Hoep, alsjeblieft. Rustig even. Op die manier. En dan gaan we weer een plekje geven voor de ribs. Hij is gewoon lekker voor de smaak, hè? Ja, ja, ja. Ja. Zo, die erbij. Hoppakee. Dan? Half litertje bouillon kan je erin doen. Ja. Blub, 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 blub. Half litertje rode wijn. Ja, dat verbrandt natuurlijk wel, verdampt natuurlijk wel, hè? Ja, dus dat is correct wat je zegt, Edwin. Dus houd tijdens het garingsproces wel even de hoeveelheid vocht bij. En wat takjes rozemarijn gaan erin. Zo. En tuin. Dat is natuurlijk lekker puur voor de smaak. Nou, ja. Je hoeft het niet allemaal klein te snijden of alleen blaadjes te plukken, omdat het smaak is. Ja, dat trekt wel bij, hè? Precies. Oké. Okay. Iedereen. En hoe doen we dat? Zorgen we dat het vocht eruit kan? Nee. Het gaatje gaat dicht. Ja. Goed. Voilà. Die. Nou. En nu is het gewoon 2,5 uur wachten tot het gaar is. Dus bumpertje. Tot over 2 uur. Ja, bijna 3 uur later, Bastiaan. Dat zijn ze. Godverdomme, zeg hij. Die zijn mooi geworden. En zelfs, ik weet niet of de cameraman dit nog even kan zien, maar als hij inzoomt op de deksel, dan zie je nog restanten liggen van kool. Ik heb natuurlijk ook wat bovenwarmte gegeven om te zorgen dat hij inderdaad ook van boven een mooie kleur krijgt en lekker gaar. Dus niet vergeet. Ja, we moeten eerlijk zijn, we hebben natuurlijk tussendoor ook even gespiekt. Ja. Want je ziet wel hoe gaar ze zijn. Ja. Lekker. Zullen we het zo even doen? Ja, dat is. Zo zijn we wel, dat we dat natuurlijk wel even willen proeven. Ja, ja. Met zijn vork erbij. Ja, jouw leer. Ja, doe dit, snij je er maar een paar stukken af. En dit zijn leuke stukjes vlees om te bereiden. Dus. Ja, dit is echt helemaal gewoon. Ja, een zekerheid. Ja. Ja, ik kan niet wachten, een jongen. Een vorkje? Ja, een vorkje dan. Ja, ik zag nog eentje in het bakje zitten. Mm-hmm. Is het te groot, weet ik niet. We hebben natuurlijk een heerlijk barbecue sausje. Niet heel charmant, misschien hoe het eruit ziet van bord, maar. Ja, daar kan ik ook niks aan veranderen. Zal ik dat hier gewoon even neerdoen? Dan kunnen we dopen. Ja. Nou, wij hebben natuurlijk nu de short ribs hebben in een Dutch oven bereid, maar je kan het ook prima op een low and slow manier op je barbecue bereiden. Dat is geen probleem. Dus daar kan je ook nog een keer mee gaan testen. Maar wij hebben het zo gedaan. Net die Finse touch. Ik mag hem. Top. Ik denk dat Edwin wil zeggen dat het heel erg lekker is. Ja, het is heel erg lekker. Zeker als je van rundvlees houdt, is het gewoon goed van smaak. Lekker met een barbecue saus is heerlijk. Ja. Nou, uiteraard kunt u het recept hieronder nalezen. Uw reacties zijn van harte welkom. Uw likejes zijn nog meer welkom. Laat ons ook weten of u het echt lekker vond. En ja, heb je een andere touch eraan? Schrijf het erin. We lezen alle jullie reacties. U kunt zich natuurlijk nog steeds gratis abonneren op ons YouTube kanaal Fire & Food TV. En ik zou zeggen, eet smakelijk met dit mooie gerecht. Succes!